U hebt last van de buren en komt er zelf niet uit. Maar u wilt er wel iets aan doen? Neem contact op met buurtbemiddeling. Zij helpen zodat het niet op ruzie uitloopt. Even voorstellen. Dit zijn Rayam en Mirjam. Ze zijn bemiddelaars. Ze doen dit werk omdat ze het belangrijk vinden dat iedereen prettig woont. En zijn speciaal voor dit werk opgeleid. De bemiddelaars komen bij u langs en luisteren naar uw verhaal. Daarna gaan ze praten met de buurman. Omdat ze onpartijdig zijn en de buurman ook zijn verhaal wil vertellen, laat hij ze binnen. Ze bespreken de situatie en nodigen hem uit voor een gezamenlijk gesprek. U ontmoet elkaar op een neutrale plek. Alles wat gezegd wordt, blijft binnen vier muren. De bemiddelaars helpen u te vertellen wat u dwars zit. Ze zorgen dat het gesprek goed verloopt en iedereen zich gehoord voelt. Tijdens het gesprek maakt u afspraken met elkaar. Doordat u deze samen opstelt, staat iedereen achter de afspraken. Het is dan ook makkelijker voor beide partijen om zich hieraan te houden. Als u samen een oplossing vindt, werkt dit altijd beter dan opgelegde maatregelen van politie of verhuurder. Bovendien is buurtbemiddeling gratis. Problemen met de buren? Bel buurtbemiddeling.